Vrijdagochtend waren er prachtige sluierwolken zichtbaar. Deze noemen we ook wel windveren vanwege de vorm die ze hebben. En die hoge bewolking bestaat helemaal uit ijskristallen. Dat levert nu nog geen regen op. Maar in de loop van vrijdag wordt die hoge bewolking steeds dikker. En dat is wel een aankondiging dat er regen aan zit te komen. Want vrijdagavond zien we niet meer van die mooie windveren, maar dan is het al wat meer een aaneengesloten laag van die hoge bewolking geworden. En in de loop van vrijdagavond wordt die bewolking steeds dikker. En in de nacht na zaterdag bereikt dan deze regenzone ons land. En die blijft zaterdag overdag ook nog lange tijd bepalend voor ons weer. Trekt maar heel geleidelijk weg naar het oosten. En dan pas aan het einde van de zaterdag begint het wat droger te worden. Nou, op zondag zien we weinig tot geen neerslag meer. Heel lokaal misschien nog een enkel buitje. De bewolking breekt open en er komt ook steeds meer ruimte voor de zon. En het hele weekend hebben we te maken met een westelijke stroming. We zien het hier evenwijdig aan de isobaren. En die is vooral aan de kust af en toe ook nog wel vrij krachtig. Nou, dan gaan we eerst even naar die zaterdag kijken. Vooral in de ochtend is het echt grijs en druilerig. Regent het een tijd door. En in de middag begint het vanuit het westen dan geleidelijk wat droger te worden. En met een beetje geluk kan de zon dan nog even doorbreken. Maximum temperatuur 20 graden. Maar als het een tijdje wat steviger doorregent. dan is die 20 graden toch wel een beetje een lastig verhaal. Zal de temperatuur eerder tussen 15 en 20 graden uitkomen. Wind uit het westen tot zuidwesten. matig boven land. en aan zee dus af en toe vrij krachtig. Nou, die wind verandert zondag niet of nauwelijks. Maar dan is de regen verdwenen. met uitzondering van een enkele bui. Vooral in het noorden van het land kan nog een bui voorkomen. Maar op de meeste plaatsen is het droog. Het zonnetje komt tevoorschijn en dat zorgt direct ook voor wat hogere temperaturen, 20 tot 23 graden. Nou, nog heel even verder kijken dan het weekend, want in de nieuwe week houden we te maken met licht wisselvallig zomerweer. Kan er af en toe een buitje vallen? Temperatuur net iets boven 20 graden. En geleidelijk later in de week kan het misschien wat warmer worden. En we hebben de hele tijd nog met een westen- tot zuidwestenwind te maken.